Deze nieuwsuitzending die gaat over evolutie en Richard Dawkins. Richard Dawkins is de auteur van het boek Het egoïstische gen. Het zelfzuchtige gen. The selfish gene, zo heet dat. En waar dit over gaat is dat er in de Bijbel staat dat alles is veroorzaakt door een schepper. Door iets wat vooraf ging. En ze concluderen er ook uit dat dat hetgene is wat overblijft als wij allemaal weg zijn. Evolutie zegt dat je zo'n schepper niet nodig hebt. Want je hoeft alleen maar naar botten te kijken. En dan zet je alles op een rijtje. En dat is dan wetenschap. Dat is heel anders dan geloof, dat is gewoon wetenschap. In een eerdere uitzending over evolutie heb ik het al gehad over het feit dat die evolutionisten, die lossen dan hele kleine deelprobleempjes op. Charles Darwin lijkt een beetje op Dawkins, maar die heet dus Darwin. En die had het over verschillen tussen vinken. Ja, vink, een vogeltje, een groene vink en een rode vink. En op het ene eiland had je allemaal rode planten en dan vielen de rode vinken niet op, dus die bleven in leven. En op een ander eiland had je allemaal groene vinken, want de groene vinken vielen niet op en dan bleven die in leven. Alle beestjes die opvallen, die worden opgegeten door een predator, een vleeseter. Nou, laten we even luisteren naar het verhaaltje van hem. Dit is van de Universiteit van Nebraska. En dat is een staatsmuseum. Oké, de universiteit heeft een staatsmuseum. Nou, oké, laten we even luisteren naar Richard Dawkins. People often say, where are the intermediate fossils? Show us your intermediate fossils. There are plenty of intermediate fossils, and one of the best examples is whales. The modern whales are up there. Here's a series of fossils, back in time, Dorodon about 36 million years ago, Rhodocetus about 47.5 million years, Pachycetus about 48.5 million years. And you can see they form a lovely series of intermediates. As you go from old to young, Pachycetus, Rhodocetus, gradually losing the hind legs to Dorodon, which has almost lost the hind legs completely. Modern whales have completely lost the hind legs. There are some vestigial bones, some remnant bones buried deep inside the body. A lovely series of intermediates getting progressively more and more specialized in living in the sea. If you look at Pachycetus, which is an old fossil whale, you see that the nostril is just about where you'd expect the nostril to be, near the tip of the snout. If we move on a million years to Rhodocetus, you see that the nostril has moved backwards on the skull, backwards along the snout. Now if you look at a modern whale, that's a dolphin, a modern dolphin, you see that the nostril is right up near the top of the head, that's the blowhole. The nostril has moved right backwards. Oh, dat is dus mooi. Dus de neusgaten kunnen verplaatsen. Nou, dat lijkt me heel interessant. Waarom zijn het niet gewoon twee verschillende dieren? Of drie verschillende? Kijk, de gedachte van die in de Bijbel staat, is dat er dus zoiets is als een schepper. En die heeft dus allerlei vormen mogelijk gemaakt. En de natuur, de materie, die manifesteert zich binnen die mogelijkheden. En de grote vraag is dan natuurlijk, dat als je de schepper niet opneemt in je verhaal, nou, hoe verklaar je dan, punt 1, de Big Bang? Waar komt die vandaan? Is dat ook toevallig? Is dat ook een soort evolutie? En ja, na de Big Bang heb je dus allemaal, wat heb je dan eigenlijk? Protonen of zo? Atomaire deeltjes? En dan even later, dan hebben we dit. Ja, de vraag voor mij blijft nog steeds, in het begin had je niets. En toen had je iets. Waar komt dat iets dan vandaan? En dan zegt hij van ja, we hebben fossielen gevonden. Oude botten. En die hebben we op een rijtje gelegd. En dat is het verhaal. Nu komt een hele leuke opmerking.
Now, a really surprising thing is which animal is the most closely related to modern whales among modern animals. And the answer, astonishingly, is the hippopotamus. Dus de... Je hebt dus die rechterkant en daar heb je dus allemaal zoogdieren en die zijn weer gaan zwemmen. Ja, eerst kwamen de dieren uit zee, maar de walvissen die kregen er achteraf spijt van. En die zeggen, ik wil terug naar de zee. Ja, en dat was een soort wil van die onderste of zo. En die alleronderste, die liep gewoon op het land en die zat niet te zeuren. Maar dus bepaalde neefjes en nichtjes van hem, die wilden terug het water in. Ja, ja, dat is leuk verzonnen. Nou komt die opmerking. Oh ja, en aan de linkerkant heeft dat beestje zich ook ontwikkeld tot, hoe nu zo'n ding, een nijlpaard. Ja? En wat zegt hij dan? Which is classified in the even-toed ungulates, the cloven-hoofed animals. So, what we now believe... Zal ik het nog een keer herhalen? ...believe is that there was an ancestor... Komt hij nog een keer. So, what we now believe is that there was an ancestor... Hoor je het hem zeggen? What we now believe. Dus, dit is geen... niet iets wat je weet. Ik ga toch ook niet zeggen van... ik geloof dat een kilo veren net zo zwaar is als een kilo lood. Dat geloof je toch niet? Dat weet je gewoon. Dat is toch wetenschap? Je moet zeggen het meest plausibele of zo. Maar hij gelooft dus kennelijk iets. Okidoki. Nou, dat is mooi. ...ancestor, which was a cloven-hoofed animal, before 55 million years ago. A little bit before that, the ancestor gave rise to other cloven-hoofed animals. And then later than that, there was a split between the lineage leading to whales and the lineage leading to modern hippopotamuses. It's molecular evidence as well as... Wacht even hoor, hij zei net, dat ging om, het heet ook alweer, tweetenige of zo? Is een kameel dat ook niet? Maar dus aan de linkerkant besloot dat beest hieronder om maar twee tenen te hebben. En aan de rechterkant, ja, daar zie ik er echt meer tenen hoor. En met die meerdere tenen dachten ze van, nou, met die meerdere tenen gaan we de oceaan weer in. En diegenen die maar twee tenen hadden, van dat arme beestje daaronder, die dachten van, joh, wij gaan de oceaan niet in. En dit geloven ze dan. Oké. Fossil evidence that shows that hippos are the most closely related modern animals. Wat er? Nijlpaarden zijn de naast verwante, meest naast verwante, meest moderne dieren. Oké. Dat is het einde van de film. Kijk, waar het om gaat, is dat hier een experiment wordt gedaan. En dat je dat ook laat zien. Van kijk eens. En dan neem je een shampot en die maak je helemaal vacuüm. Helemaal geen rommel erin, helemaal niets. Dan ga je wachten op een Big Bang. En dan krijg je allemaal rommel in die pot. Nou, en dan moet je weer even wachten, even wachten, even wachten. En dan... krijg je vanzelf eiwitten, dus proteïnen. En die eiwitten die voelen zich allemaal heel erg eenzaam. En die gaan zeggen tegen elkaar, zullen we samen DNA gaan doen? Ja, want dat is heel logisch. Dat geloven ze. En een beetje een poster maken. Moet ik even die poster erbij pakken? Zo'n postertje. Ja, die kan ik ook maken. Ja, dat maakt me geen donder uit. Tegenwoordig met Photoshop, je tekent van alles. En dat is op basis waarvan? Ja, dat is op basis van dit soort vondsten. Ja, wie heeft er dan eigenlijk het meeste fantasie? Iemand die de Bijbel accepteert en op basis van het feit dat hij om zich heen gekeken heeft en niet kan geloven dat alles wat hij om zich heen ziet, inclusief USB 3.0, en de Eiffeltoren, dat allemaal per toeval is ontstaan uit de Big Bang. En de Big Bang is ook per toeval ontstaan.
Er zit geen enkele harmonie achter, geen samenhang, niet een algemene wil, wat in de Bijbel genoemd wordt, God. Die je van mij helemaal niet hoeft te aanbidden, je hoeft van mij helemaal niet naar de kerk. Het lijkt me wel handig dat je af en toe een paginaatje Bijbel leest. Tot slot voor rekening is het een van de oudste, meest zorgvuldig samengestelde werken van de mensheid. En het is er een ruzie over geweest over dat boek, zeg. En nu gaan lopen vertellen tegen de mensen, ja, jullie zijn toevallig ontstaan. En waar zit die overgang dan van de apen naar dat viervoetig beest? Dat is één grote opeenstapeling van toevalligheden. En de neusgaten, ja, dat is heel toevallig. In het begin hadden ze dus één neusgat en dat is heel langzaam naar achteren geschoven. Dus als jij binnenkort kinderen krijgt, ja, ga even controleren waar de neusgaten hangen, want voor hetzelfde geld drijven ze de verkeerde kant op. Oh jee, mijn kind is de neusgathoogte is minder geworden. Ja, heb je mooi een probleem. Hè? Dan ben je anti-evolutionair bezig. Tenzij het de bedoeling is natuurlijk, dan heb je zodra twee neusgaten en die hangen onder je kin. Dat is lekker makkelijk met niezen, denk ik. Ja, je zegt een hatshoe en dan gaat die rommel niet om je heen sproeien, maar dan nies je gewoon op je eigen bovenkast. Wippenkast. Uitermate ongeloofwaardig verhaal. Evolutietheorie, tenzij meneer Dawkins allerlei dingen achterhoudt, het zou best kunnen. Maar het stelt niks meer voor dan het verhaal van Genesis. Behalve dat het verhaal van Genesis vind ik een beetje poëtischer. Er zit ook een leuk staartje aan, want het is nog maar het eerste boek van de Bijbel. Moet je het boek Openbaring maar eens gaan lezen? Nou, sla je stijl achterover. En hier komen we nooit uit. Ja, ik kan me niet voorstellen waarom. Richard Dawkins die wijst met zijn vinger naar drie schedels die hij gevonden heeft of laten vinden, zijn team. Ja, dan kan je ook een keer mijn schedel tussen gaan leggen. Van kijk, en er was er ook een walvis en die dacht, kom, ik ga toch weer terug naar de kust. En er ligt aan mijn hoofd. Ik ben geëvolueerd van een walvis, denk ik. Ik snap niet dat iemand hier vertrouwen in kan hebben. Ik was ook voor evaluatie op toen mijn dochter nog op de HAVO zat. Voor dat zo'n klassenleraar. En die zat audiëntie te houden in het biologielokaal. Want ze was ook biologielerares. En dan kom ik dat lokaal binnen. En dan kijk ik rechts van mij waar ze de beurt binnenkomt. Daar hangt een hele grote poster van Charles Darwin. Ja, die boom dus. Hè? Van kijk, eerst had je niets. En toen had je dus heel toevallig had je iets. En dat iets wat je toen had, ja, dat werd heel toevallig werden dat elektronen, protonen en neutronen. En heel toevallig werden dat de atomen. En heel toevallig werden dat de proteïnen. En heel toevallig werd dat DNA. En toen had je in ene eencellige weefsels met een celkern en mitochondria en een celwand en RNA en DNA. Dat is allemaal heel toevallig hoor. Ja, dat je die eencellige beesten, die dachten van, hé, wat ongezellig om eencellig te zijn. En dus zijn die beesten bij elkaar gaan klonteren. En toen kreeg je dus, ik weet niet wat het eerste beest was eigenlijk volgens de evolutietheorie. Een of ander insect of zo. Nou, dan had je dus die insecten en die dachten, ja, maar de hele tijd vliegen, daar word ik doodmoe van. En trouwens, er zijn geen zoogdieren om lek te prikken. Dus daar werden een aantal van die vliegen insecten, die werden toen maar zoogdieren. Gewoon voor de lol. Nou, de planten waren ook al geëvolueerd. Dus die zoogdieren konden lekker die planten op gaan eten. En toen dachten die muggen, ja, nu is het onze beurt. En dan konden ze lekker die zoogdieren gaan prikken. Nou, had je dus zoogdieren, planten en die insecten. En toen kreeg je heel toevallig walvissen. Ja, als je nou zegt dat de Bijbel verstoken is van enig bewijs. En dat is ook zo. Want er is helemaal geen iemand aanwezig geweest toen Genesis 1 vers 1 plaatsvond. Waarin staat, in den beginne schiep God hemel en aarde. Of de hemel en de aarde. En daarna schiep hij pas licht en donker. En toen ging hij ze op zijn kop krabben, wat moeten we nou weer gaan doen?
Nou, lees het hele boek er maar, Genesis 1 maar even op na. Dan zie je die volgorde wel. Dat is puur geloof. Dat is gewoon echt geloof. Daar is niemand bij geweest. En wat Richard Dawkins hier naar mijn mening doet, is een beetje eigenwijs lopen doen met zijn kennis. En hij zegt zelf, we geloven dat het nijlpaard en de walvis van hetzelfde stuk moleculen afkomt. Dan denk ik, oh, is dat omdat je dat echt hebt geconstateerd? Of omdat je denkt, nou, een walvis is dik en een nijlpaard ook. Dus ja, dat moet wel hetzelfde zijn. En je komt in de kroeg en je ziet twee mensen die zijn heel dik. En dan denk je gelijk, oh, dat is één en dezelfde familie. Want die zijn allebei dik. Nee, dat is helemaal niet waar. Ja, en die ene die aan de linkerkant, die hebben maar twee tenen. En die andere aan de rechterkant, die hadden er vier tenen. En toen zijn die tenen zijn er eerst afgevallen. En toen dachten die benen, nou, daar hebben we er ook geen zin meer in. Dus die hebben zich teruggetrokken. Ja, en het schijnt dat in een walvis er een soort, ja, dat kan je dan zien in rudimentair ontwikkelde botten, dat ze in principe in staat zouden moeten zijn met hun constitutie om te kunnen lopen. Op vier benen, op vier poten moet je dan zeggen. Ja, dat kan je denken. Je kan ook gewoon denken dat die schepper, die heeft dat allemaal mogelijk gemaakt. Hè? Door eerst eventjes de tijd te zeuren. Dat is ook wel zoiets. Waar komt de tijd vandaan? Ja? Meneer Dawkins, die heeft een horloge om. Als je er net even... Ja, spoel je het filmpje maar terug. Maar waar komt de tijd vandaan? Wie heeft dat dan? Is dat ook per ongeluk? Ja, zegt meneer Dawkins, want dat was de per ongeluk Big Bang. En na de Big Bang ging het klokje tikken. Ja, maar laat dat dan zien. Ze hebben toch dat CERN, daar in Zwitserland, in Bern of zo, Basel, waar zit dat? Ja, laat het dan zien. Hoe een Big Bang ontstaat uit het niets, en hoe dan de ene Big Bang. En het enige wat ze in CERN doen, dat is dingen op elkaar knallen, en dan hebben ze alles in 1000 stukjes, en dan gaan ze die stukjes verzamelen, met magneten en zo, en dan kan je het niet zien, dat zijn hele kleine deeltjes. En dan gaan ze op een kop krabben en zeggen, ja, volgens mij is het zo gegaan. Ja, maar laat het dan eens een keer zien. Maak dan iets van een Big Bang. En dat je dan zegt, ja, het is ons met het budget wat we hebben niet echt gelukt om te laten zien dat je daar een Wolfgang Amadeus Mozart van krijgt. Of zo'n Perry Winkle, die gaat lopen zeuren over de evolutietheoristen. Maar we hebben wel muggen. Of zo. Of eencellige. Doe dat dan. En hoe lang duurt het dan voordat een neusgat, je hebt dus de neusgatverplaatsing gehad. En die gaat dan met zoveel centimeter, zoveel millimeter per miljoen jaar. Zo. Dus als ik het zo inschat, we hebben het over 55 miljoen jaar. Nou, dat ding is verplaatst ongeveer 55 centimeter. Dus dan is dat 1 centimeter per miljoen jaar. Dus het is per 100.000 jaar is dat 0,1 centimeter. Nou, per 10.000 jaar is dat 0,01 centimeter. Maar dat is nog steeds te meten. Laat dan maar zien dat het neusgat gaat verplaatsen. Binnen 1000 jaar. En waar komen ogen vandaan eigenlijk? Want eencelligen hebben geen ogen. Ja, zeggen de evolutietheoristen, maar die eencelligen die waren meercelligen geworden, want dat vonden ze gezellig. En toen dachten ze, ja, dan willen we wel kunnen kijken naar die andere meercelligen. Want anders zijn we nog steeds alleen. En daarom hebben we ogen gekregen, want we wilden zo graag naar die andere kijken. En dan denk ik van ja, daar zit je net zo goed te praten over een schepper. En een voorbedacht plan en een wil. Waaraan de materie zich conformeert. En nogmaals, ik zeg niet dat je naar de kerk moet gaan. Ik zeg ook niet dat je al helemaal niet naar een priester of zo. Maar je kan wel gewoon je eigen Bijbel lezen en proberen te begrijpen wat onze voorvaderen daarvan dachten. Toch geen probleem. En luister vooral nog een keer naar Richard Dawkins. Hoe meer je van die man hoort, des te meer je overtuigd zal raken, hoop ik,
dat dit helemaal nergens over gaat. En dan wel de mensen die in de Bijbel geloven. Die dat boek gewoon eerbiedigen. Dat trekken ze een lange neus naar. Maar ja, jullie zeggen wel dat je weet waar de Big Bang vandaan komt. Maar dat weten wij alleen maar. Als je dan die mensen vraagt, ja oké, laat dan eens zien. Dan moeten ze, ja, nu nog even niet. En die intermediate fossils, dus die tussenliggende fossielen. Ja, is dit alles? Waar heb je dan, waar is het fossiel met de halve ogen? En ter afsluiting, ik heb een boekje hier. Dat is van Jordan. Het is geschreven in 1930 ongeveer. En daarin zijn biologische experimenten gedaan. Waarin ze van foetussen, van dieren, dan, van kikkers of zo. En hebben ze, als die foetus nog in ontwikkeling was, hebben ze een stuk van waar het oog zou moeten komen, hebben ze eruit gesneden. Een beetje eng natuurlijk om het te vertellen. En hebben ze een kegeltje uitgesneden. En dan hebben ze ook uit zijn bibs een kegeltje gesneden. En dan hebben ze die celpartijen hebben ze vervangen. Nou, dan zou je denken, dan krijg je een kikker met een linkeroog aan de voorkant en een rechteroog bij zijn bibs. Nou, mooi niet. Als je dat te laat doet, als die kikker al een beetje volgroeid is, dan maak je hem gewoon kapot. Heb je er gewoon een oog uitgesneden? Als je er vroeg mee bent en die kikker is nog aan het evolueren als beestje, nou, krijgt hij nog steeds twee ogen hoor. Dus hoe zit het dan in elkaar? Hoe verklaart een evolutionist zo'n fenomeen? Want dit is in een laboratorium vastgesteld. Er zijn allemaal aantekeningen van te vinden. Dat boekje, dat zit helemaal vol met literatuurnoten. Kijk, dat noem ik wetenschap. Maar een beetje lopen fantaseren bij een poster die gemaakt is met Photoshop en een paar oude botten die ik weet niet waar heb vandaan gekregen. Het zijn misschien wel gewoon uitgestorven dieren. Ik denk wel dat er diersoorten uitsterven en dat er ook weer diersoorten voor terugkomen. En ik zie dat vanuit het Bijbels perspectief. Ik heb er helemaal geen moeite mee. Waarom zou dat niet kunnen? Wij kunnen per slotverrekening ook de muilezel, dat hebben wij ook gemaakt. Wij kunnen planten genetisch modificeren. Het is al een beetje vaag. En dat vind ik jammer. En weer terug naar die biologielerares. Die vrouw, die had een hoofddoek om. Die was Mohammedaanse. En ik denk, volgens de Koran is dit soort vage informatie genoeg. En er een beetje Photoshop erbij, mooie poster, duur museum, allemaal kinderen er naartoe, allemaal een hoofddoek om. En dan goed luisteren naar de juffrouw. Dan denk ik, ja, waarom loop je dan met een hoofddoek om? Is dat echt zo? Ik weet niet of je in de Koran een scheppingsverhaal staat. Ik heb het niet gezien in die tijd dat ik het las, maar misschien, ja, had ik daar een Koranist bij moeten halen. Die had het mij misschien kunnen vertellen. Maar dit geloof je toch niet? En mijn vriend, die is Mohammedaan en die heeft zijn zoon ook geleerd van ja, moet je luisteren, water dat bevriest bij 0 graden Celsius en dat gaat koken bij 100 graden Celsius. En zo is dat en niet anders. En dat is een wetmatigheid en die komt van, en zo, dat is de term in de Koran, die wetmatigheid komt van Allah. Allah heeft al die wetmatigheden opgelegd. Nou, dat lijkt heel erg veel op wat in Genesis 1 staat. Dus daar kan je niet zomaar wat tegen inbrengen met een poster en wat dingetjes. En die biologielerares die zat ook nog te zeuren over mijn dochter, dat er verbeterpunten aan waren. En dan kijk ik naar die vrouw, denk ik, nou, aan jou heb ik ook wel een paar vragen. Dat jij mijn kind zit vol te stoppen met die stomme propaganda. Ik word echt een beetje chagrijnig van. Ik ben al mijn hele leven vanaf mijn 12e dat ik erachter kwam van, oh, zit het zo?
Als je er zo tegenaan kijkt vanuit Genesis 1, dan heb je gewoon geen vragen meer. En dan kan je nog steeds fossiele onderzoek gaan doen als je dat leuk vindt. En fantaseren over hoe een beest eruit zag waar je alleen maar een heupbeen van hebt gevonden. Dan heb je gewoon eens een stuk bot en dan neem je zo'n 3D-programma en dan zet je alvast dat stuk bot erin. En dan ga je denken van nou, wat voor een scheenbeen kan eronder gezeten hebben. Nou, ik denk dit. Ja. Tuurlijk, jongen. Dat is fantasie. En geen wetenschap. Misschien dat ik zo moet afsluiten. De creationisten, dat is gebaseerd op geloof. En op een diep geloof. Want Genesis 1 is nog maar het begin. En de rest moet je ook geloven. Je moet de hele Bijbel geloven. Er staan ook stukjes in die zijn niet zo leuk om te lezen. Nou, sla je die over. Uiteindelijk wordt het hartstikke leuk als Jezus Christus ten tonele verschijnt. Toen de herdertjes bij nachten lagen te slapen. Ja, dan komt het goede nieuws. Dan komt het evangelie. En er wordt er gesproken over hoe je je moet gedragen. En Richard Dawkins zal zeggen, gedragen? Waarom? We hebben genen en die zijn van zichzelf, van nature, zelfzuchtig. Die denken alleen maar om zichzelf. Nou, leuk bericht als Richard Dawkins straks de baas van de wereld wordt. Gaat hij ons allemaal zo van die zelfzuchtige genen maken? Degene die het meeste zelfzuchtig is, krijgt het meest subsidie. Ja, dan worden we allemaal zelfzuchtig. Kwestie van evolutie. Hè? Survival of the fittest. De laatste term is een regelrechte tautologie, dus die stelt helemaal niks voor. Dus je mag dat niet eens zeggen tegen een ander. Ik ga er ook niet zeggen, het winnen van de winnaar. Degene die gewonnen heeft, was het geschikste voor de wedstrijd. Ik denk, ja. Ja, het zal wel. Hé, lieverds. Erg leuk dat jullie ernaar geluisterd hebben. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag, schattenbouten.